Breda Nu. Je weet het meteen. De finissage van het Breda's Museum. Vandaag is de overeenkomst ondertekend waarbij het Breda's Museum en MOTI samengaan in het nieuwe museum, Stedelijk Museum Breda. Nou, de samenwerking met MOTI is buitengewoon goed. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt in samendracht aan de plannen voor het nieuwe museum. En vanmiddag gaan we hier de overeenkomsten ondertekenen tussen de gemeente en het nieuwe museum. Dus de samenwerking wordt ook met een handtekening bekrachtigd. En wat gaat er met de locatie gebeuren? Breda's Museum gaat hier weg. Waar gaan jullie naartoe? Nou, we gaan dus samen met MOTI op in het nieuwe Stedelijk Museum Breda. De hoofdlocatie wordt het gebouw aan de Bosstraat. Dus dat is wat nu nog MOTI heet, maar dat gaat dus Stedelijk Museum Breda heten. En we gaan gebruik maken van de meest prachtige erfgoedlocaties in de binnenstad van Breda. Onder andere de Grote Kerk en het Begijnhof. Waar we toepasselijke collectie gaan presenteren op die prachtige plekken. Breda's Museum heeft een brede collectie. Wat vinden we zoal in de collectie? Het is een hele brede collectie. We vinden zowel historisch materiaal dat betrekking heeft op Breda als stad. De industrie, het kasteel, de Nassau's natuurlijk. Een groot deel is van de collectie bevat ook religieuze werk. Onder andere van het bisdom Breda. En daarnaast verschillende kleinere collecties van kunstenaars zoals bijvoorbeeld Niels Steenbergen. Nu staat er ook veel van die collectie in depot op het moment. Gaat alles mee naar het nieuwe museum? In principe gaat alles mee. Het streven is eigenlijk om meer van de collectie zichtbaar te krijgen. Dat is eigenlijk het voornaamste. Nu staat inderdaad heel veel in depot en blijft voor mensen over het algemeen onzichtbaar achter gesloten deuren. En het is de bedoeling om dat beter zichtbaar te krijgen, ook eventueel op andere locaties in de stad. Dus het gaat zowel mee naar het nieuwe museum of het krijgt ergens anders een nieuwe functie. Ja, dat gaan we doen door een heel nieuw programma neer te zetten. En aan de ene kant met erfgoed te werken en daar beeldcultuur mee te verbinden. En aan de andere kant ook in de beeldcultuur erfgoed aan de orde te laten komen. En ik denk dat dat op een heel natuurlijke manier door elkaar heen gaat lopen. Welke plannen heeft u nog meer voor de toekomst? Nou, we kijken nu al naar 2018 en 2019, omdat we grote tentoonstellingen willen maken. In 2018 zitten we te kijken of we een tentoonstelling kunnen maken over hoe dat zich moderne wetenschap beeld produceert. He, dus als je in het lichaam kijkt, of je kijkt in de ruimte, of je kijkt naar hele kleine deeltjes, dan moet je dat laten zien. En dat is vaak heel spectaculair en mooi beeld. En dat beeld heeft dan soms ook weer een relatie met het werk van kunstenaars of het werk van vormgevers. Dus we denken dat we daar een hele mooie tentoonstelling over kunnen maken. En dan het jaar daarop willen we kijken naar de kunst, eigenlijk uit het begin van deze eeuw, dus de nieuwe eeuw, die verbonden is met Breda. Dus kunstenaars die hier zijn opgeleid, die hier zijn geboren, die hier werken. En daar een hele mooie tentoonstelling van maken.